4, maar nog steeds aan de leiding van Hees op een eerste plaats. En kijk, race 27 inmiddels vertrokken daar met de snelle start van Verstegen. Mooie sprong al, en Verstegen daar op een eerste positie. Verder zien we Ricardo de Bie, wat een kans hebben. Het Floor Dijman zien er elke keer goed bij zat. Maar het is hier Verstegen op 1. Dan kijken de Bie zien we op 2. Floor Dijman van de Leonor op een derde positie. En dan een man van de Wiel, Tim van der Broek. Plaat is een 244. Tim van der Broek, hij zit hier op een mooie, veilige vierde positie. Maar ook hier is het Len Verstegen die deze halve finale had weten te winnen. En ze zijn getrokken, de boys 14 jaar, race 28 in de baan. Met twee rijders van het Pure DMX Nederland aan de rij.